Het werd een lang maar kritisch debat waarin heel veel vragen waren van de verschillende partijen over de handhaving, maar ook over de vergunningen die niet op orde zijn en ook over de rol van de deelgemeente. Opvallend was ook de rol van de ombudsman in Rotterdam. Zij was aanwezig vandaag bij het debat. Zij vertelde over een controle van december 2011. Toen is ze geweest bij de Polderstraat in Rotterdam-Feyenoord bij een moskee-internaat. En ze maakt zich grote zorgen over de situatie waarin de kinderen daar moeten leven. Nou, u moet zich voorstellen, 25 stapelbedden met een tussenruimte van 60 centimeter. Ik kon daar niet in de breedte, en zo enorm breed ben ik niet, langslopen. Ik moest daar op de zijkant langslopen. Het is een tussenruimte van 60 centimeter. Dat is de breedte van een keukenkastje. En dan ook nog vluchtwegen aan één kant, dus niet aan de voorkant en aan de achterkant van het pand. Dat mag formeel dan wel in orde zijn, maar ik had daar toch twijfel over of dat behoorlijk was. Wethouder Karakous die houdt vol dat het formeel gezien toch echt brandveilig is geweest altijd in die moskee-internaten. Maar hij erkent wel dat er fouten zijn gemaakt in het verleden en dat wil hij gaan verbeteren. Met name op het gebied van de handhaving. Dat moet veel strakker, zo zegt hij. Ik denk dat het gewoon veel korter kan. En dat je dus ook heel helder bent van, als we met elkaar hebben afgesproken, beste gebruiker, binnen 6 weken herstellen, dan gebeurt het ook binnen 6 weken. En nu zie je gewoon dat men daar iets langer over doet, misschien soms nog een keer afspraken maakt of nog een keer herbevestigt. En daar moeten we vanaf. Afspraak moet afspraak zijn en daar moeten gebruikers zich aan houden. En wij moeten dat toetsen of men zich aan afspraken gehouden heeft. De komende maanden zal wethouder Karakous een lijst maken van verbeterpunten voor de moskee-internaten. Zo wil hij bijvoorbeeld ook dat de vergunningen toch echt op korte termijn op orde moeten zijn. En later dit voorjaar zal er opnieuw worden gesproken over de brandveiligheid in de internaten.